Esmee Visser heeft vandaag de wereld verbaasd met haar gouden plak op de 5 kilometer. Dat was mooi, hè, Luc? Heel erg tof. We hebben op de redactie samengekeken. Alleen maar juichen. Echt gek. Hoe was het voor jou? Ja, ik vond het zo'n grote verrassing. Echt zo leuk voor zo'n jong meisje. We gingen langs in café Murphy's Law in Hillegom, waar we keken met vrienden en familie. Esmee Visser, het kan best zijn dat je tot vandaag nog nooit van haar hebt gehoord. Dat ze haar kunstje mag laten zien in Pyeongchang verbaast behalve haarzelf ook haar vrienden en familie. Ze wist bijvoorbeeld niet eens wanneer de Spelen waren toen ze zich kwalificeerde. Ik had het ook eigenlijk niet verwacht. Ik dacht misschien over 4 jaar, maar dit was echt ongekend. Ja, het is prachtig. Niemand had het verwacht van tevoren. Zelfs zij ook niet. Geen te hoge verwachtingen gewoon. We vinden het al super vet als ze er staat. Ja, we zijn sowieso trots op haar. Wat de uitslag ook is. Of ze nou vierde, vijfde of derde of tweede wordt, dat zullen we wel zien. Maar het ongelofelijke gebeurt. De kleine Esmee Visser pakt goud. Wat een tijd. Zo knap. Ze rijdt er gewoon een paar seconden vanaf. Zo goed. Zo trots. Maar nog belangrijker, haar grote droom komt uit. Een huldiging in een afgeladen Holland Heineken House. Hoe heb je de huldiging beleefd? Amazing. Ja? Ja, echt heel mooi. En al dat publiek en al die mensen die allemaal voor jou... Ook wel een beetje eng of zo, dat mensen nu je zo goed kennen. Of nou ja, zo. Ja, het is in één keer BN'er geworden. Ja, een beetje eng. Wie heb je allemaal meegenomen naar Korea? Mijn moeder en mijn zusje zijn hier. Maar je vader is het niet? Nee, ja, dat is een beetje vliegangst, hè. Ja, ik weet dat hij bij me is in mijn hoofd. En we gaan een goed feestje maken naar de hand. Ik heb iets voor je. We zijn super trots op je en we hebben een super rit gezien van je. En geniet ervan en ik zie je over een week. Ja, hij houdt helemaal niet van media, maar dit wilden we hier wel even doen. Ja, nee, ja. Ja. Zin om hem weer te zien, hè? Ja, eigenlijk wel. Even een knuffel. Volgens mij is ze nog een beetje ontdaan van alles, of niet? Ja, maar dat zie je eigenlijk in ieder interview. Dat ze eigenlijk nog heel erg zoekende is naar de toon. Want ja, het lijkt bijna gewoon de 16e verjaardag waar ze een Olympisch feestje heeft georganiseerd. maar echt bizar. Ze is zo onbevangen. En ze is, ja, en ik ben dan onbevangen, maar nu misschien toch iets minder onbevangen. Ook al voor die wedstrijd door de media, maar ja, toch ook weer wel. En ja, nou ja, goed, het is gewoon een heel leuk kind natuurlijk. Ik vond het ook leuk dat ze in het interview zei op een gegeven moment van ja, ik heb een gouden plak. Ik heb lekker geschaatst. Heel belangrijk. Ja, ja, essentie. Dat is toch waar het om gaat. Ja. Weet je, vroeger als ik lekker had gehoekt, was het goed. En dit is ook wat de sport moet zijn. Ze had lekker geschaatst vandaag. Ze weegt 51 kilo's, 1,70 meter. En heeft niet bepaald zo'n schaatslichaam wat je hier bij, weet je wel, dikke benen, dikke kont. Echt van die twijgjes gewoon. En nou ja, ze heeft iedereen eruit geschaatst. De soort van favoriet was Sablikova. Ja, en ja, ze versloeg er gewoon. Dat had ze zelf helemaal niet verwacht. Want voor de Olympische Spelen zei ze zelf van... Nou, ja, een 10e of 8e plek vind ik ook eigenlijk al oké. Dus ja, ze wist niet eens dat de Spelen rond deze periode... Ze wist niet eens wanneer de Spelen waren, toen ze zich al had geplaatst. Is dat dan ontzettende toeval? Of is zij zo'n megatalent en gaan we hier de komende 15 jaar alleen maar plezier aan beleven? Nou, ik denk wel dat zij echt een groot megatalent is. Bob de Jong, die komt uit hetzelfde plaatsje. Zij, haar eerste ijsclubje heette Nut en Vermaak. Ijsclub Nut en Vermaak, daar komt Bob de Jong ook vandaan. Ook kampioen natuurlijk. En die zei al, nou, 2018, dat ga ik niet meer doen. Na Sochi in 2014, want dan hebben we al een opvolgster. Esmee Visser. Oh ja. Dus die zag wel dat talent. En zij traint heel vaak met jongens, gewoon in het district. En wat je Mark Tuitert, die natuurlijk de analyse doet bij de NOS... ook hoorde zeggen als, ja, eigenlijk die rondetijden die zij heel de tijd rijdt... Ja. Die rijdt zij eigenlijk de hele tijd met die gasten. En die had ze ook daarna meteen op de FaceTime. Het is gewoon een mooi verhaal. En wat voor mij wel tekenend ook is... is dat iedere gouden medaille ook weer een andere gouden medaille is.
waarin Irene Wüst voor de vierde keer achter elkaar goud wilde winnen. En daar zag je eigenlijk een soort bevrijding bij. En ook wel de pijn van, ga ik het toch wel halen? En bij haar zie je eigenlijk verwondering en blijdschap. Ja. And that's it, weet je wel? Het is altijd anders. Dan even over gisteren, hè? Want dat matchfixing-verhaal. Ja, ja. Ja, nou ja, dat heeft vandaag nog wel een beetje een staartje gekregen, ook weer in de media. En ja, vooral, het ging natuurlijk om Anema, Jillert Anema. En ja, Filemon heeft hem uiteindelijk voor de camera gekregen, want het was volgens mij niet de bedoeling. Wat een commotie. Er worden nu zelfs kamervragen over gesteld. Oh. Door de PvdA. Dan kan ik met één letter beantwoorden. Oh. Hoe heb jij de afgelopen dagen beleefd? Hier sta ik. Dit ben ik. Punt uit. En you see what you get. En dan wil je daarop reageren. Het is maar de vraag of iets wel of niet correct is. Hoe kan het dat dit nieuws komt vlak voor die 10 kilometer? Ja. Zwijgen is goud. Je wil er niks over zeggen? Nee, moet je nu niet doen. Want op een of andere manier, dan helpt het niemand iets. Nee. En we hebben hier nu gewoon medailles te winnen. En ik zou wel graag, hup, en is het uit de wereld en is het klaar. En op een of andere manier, dan heb ik de controle erover niet. Er is geen controle over te krijgen. Het is een enorme hype is het aan het worden. Ik betreur dat vreselijk. Wat denk je dat het voor je toekomst betekent? Je bent goed, zeg. Kijk, je hebt wel van die shots en dan lopen mensen weg. Of die doen lelijk. En ik vind jou gewoon ook, ja, prima. Op tv ook. Ik vind het leuk. Maar ik ga niks zeggen. Nee? Nee, het is gewoon een wat lullige tv, joh. Ja. Hij heeft wel lang gepraat en Filemon bleef hem maar vragen stellen. Ja, dat viel hartstikke goed. Het is hardcore. Ja, nou ja, ik vind het heel vervelend dat dit precies op dit moment naar buiten is gekomen. Het is ook de enige dag waarop we geen goud hebben gewonnen. En ja, er wordt nu geroepen van het NOC-NSF had het IOC in moeten lichten. Dat hoogleraar Sport en Recht, Marjan Olfers, riep dat gisteren ook bij Jinek. En ik heb iemand die ik ken van het IOC, oud-IOC-lid, heb ik vandaag gebeld daarover. En ik zei, is dat nou gebruikelijk dat het NOC het IOC in dat soort gevallen moet inlichten? Zei ze, nou, dat is eigenlijk niet gebruikelijk. Het NOC mag dat zelf afhandelen, zolang ze dat maar op een juiste manier doen. En er is ooit een eerdere zaak geweest waar ook matchfixing, een poging tot matchfixing is gedaan. En daarbij heeft het NOC-NSF een onderzoekscommissie aangesteld, waar datzelfde IOC-lid ook in heeft gezeten. En dus dat hadden ze in dit geval misschien ook wel kunnen doen. En als je kijkt naar Joeri van Gelder, toen zijn ze ook niet naar het IOC gegaan. Dat kunnen ze zelf afhandelen. Dus volgens mij gaat het er meer om. Hebben ze Jillert Anema op een juiste manier bestraft? Ja. Ja, hebben ze dit goed afgehandeld? Ja. Dat is de vraag. Niet zozeer hebben ze het tegen het IOC gezegd. Dankjewel. We gaan het naar is een complexe zaak. Positief ja. Punt. Ja. We gaan naar een medaille ophangen. Ja, hang jij hem op? Ja. Kijk, gewoon dus weer goud. Dankjewel, Fatima. Hoppakee. Hoppa, dankjewel.